elftal op. En onder hen ook onze verslaggever Martijn Bink. Martijn, hoe ging het er daaraan toe? Nou Gerard, je kunt je misschien bijna niet voorstellen, maar nog geen kwartier geleden stond hier achter op het podium dat nu wordt afgebroken het complete Nederlandse elftal. En inderdaad zo'n 120 man van de pers. Daarna trok er zo'n noodweer over, waar Erwin Krol het net al over had. En ja, het is nu meteen helemaal leeg. Maar we kunnen wel even kijken hoe dat ging om 6:10. Toen kwam de Boeing 777 met de spelers van het Nederlands elftal hier overvliegen. Dat was een fantastisch gezicht. Het werd geflankeerd door de 2 straaljagers van de luchtmacht, waaronder de Orange One. En we hebben gehoord dat de piloot van die straaljager de spelers al in de lucht welkom heeft geheten op Nederlandse bodem. Toen het toestel eenmaal geland was, kwam er zo'n saluut van de brandweer, zoals we dat ook wel zien als de sporters van de Olympische Spelen terugkomen. Er staan hier een aantal brandweerauto's klaar die de spelers in dit geval welkom hebben geheten. Ja, en daar zijn ze dan terug na 5 weken Zuid-Afrika. De spelers en die namen hier plaats op een... Op het podium hier achter mij, dat was een beetje een ongemakkelijk moment toen de pers naar de spelers stonden te kijken en de spelers naar de pers en er eigenlijk niet zo heel veel gebeurde. Ja, en heb je de indruk kunnen krijgen hoe de spelers eraan toe waren na het verlies gisteren? Ja, die kater is heel duidelijk nog niet verwerkt hoor. Er werd wel wat gelachen, maar dan meer als die spreekwoordelijke boer die kiespijn heeft. En Bert van Marwijk, de bondscoach, nam ook nog even het woord. En hij verwoordde daarin zijn teleurstelling. En hij hoopt heel erg dat dan morgen toch een beetje wordt vergoed als ze dan door die grachten gaan. En als de spelers van het Nederlands elftal dan zien dat er in Nederland toch wel enorm met ze mee is geleefd. En dat heel veel Nederlanders toch stiekem wel heel erg trots zijn op die spelers. Ja, en hoe ziet de rest van het programma eruit, Martijn? En ze zijn nu per bus naar Huis ter Duin in Noordwijk. Daar worden ze herenigd met hun familie. Ze hebben natuurlijk hun familieleden soms al heel lang niet gezien. En morgen is er een heel programma voor ze georganiseerd. Ze zullen eerst per Chinook-helikopter naar Den Haag gaan. Daar hebben ze een ontmoeting met de koningin en met de premier. En vervolgens gaan ze weer per helikopter naar Amsterdam. Ja, en daar zullen ze dan gehuldigd worden. En dan begon er vandaag gewoon weer een nieuwe werkweek. Het oranje uit de etalages en evolueren in de kantine. En over 4 jaar nog maar eens proberen. Tussen de buien door wordt er geruimd. Sinds Pinksteren is de Van Asseraatstraat in Amersfoort oranje. Een Spaanse buurtbewoner passeert. Hij is op weg naar de tennisbaan. Spaanse vlag? Ja. Nederlandse vlag? Omdat mijn vrouw Nederlands is. Dus ik ben 51% Spanjaard en Madrileen en viva Madrid en 49% Nederlander. En ik vind wel jammer voor Nederland. Sorry, ik ben geëmotioneerd. Je gaat huilen. Voor mij had mogen, nee, dat mogen winnen. Maar dit is de derde keer dat niet halen. Ik vind toch dat Spanje is beter. Ja, dat is een, moet ik zeggen, een loterij. Een brandje. Even wat afleiding voor een verslagen buurt. Gisteren was gewoon geen kans. Geen geluk. Maar ja, dat valt toch zo'n doelpunt. Terwijl die scheidsrechter een zuivere cornerbal van Nederland afkeurt. Voor de eigenaar van de Surinaamse supermarkt is het kijken naar de herhaling onderdeel van de verwerking. Ik wil hier weten, achteraf weet je wel, waar zijn kleine foutjes gemaakt en bij wie en wat weet je wel, voor jezelf, voor je eigen troost zeg maar. En na 3 uur is de Van Asseraatstraat gewoon weer terug in de nuchtere werkelijkheid. Het WK is voorbij, de spelers zijn weer thuis en ze worden morgen ontvangen door koningin Beatrix. Daarna kan de oranje aanhang de selectie huldigen tijdens een rondvaart door de Amsterdamse grachten en later op het Museumplein. Jet Nieveld woont al 60 jaar aan de gracht en zag hier in 88 oranje en morgen na 22 jaar opnieuw. Toen was het helemaal, maar toen duurde het veel te lang. Hè? Toen zaten ze allemaal, stonden ze op de brug al van 's morgens vroeg. En toen wij bij haar in de televisie aan en vroegen ze steeds waar zijn ze. En toen kwamen ze pas om 6 uur.
En Oranje is weliswaar tweede. Ze haalden toch maar mooi de WK-finale en dus is er morgen een uitgebreide huldiging, ook langs de gracht. Er komt al 7 kilometer voor mensen om daar te gaan staan en te genieten in plaats van naar het Museumplein te gaan. En het bijkomende ding is, we hebben van de KNVB begrepen dat de spelers wel degelijk prijs stellen op een rondvaart. Dus dat werkt mooi dezelfde kant op. Helaas verloren, maar toch een feestje. Maar wel terecht, zo'n tocht door de gracht. Tuurlijk, een man heeft het best gedaan, dacht ik. Wel een feestje waard. Niet parkeren dus morgen, allemaal om de naar verwachting 1 miljoen bezoekers aan te kunnen. En een vaarverbod. Behalve voor de schipper die Oranje morgen vaart. Een eer, kampioen of niet? Jazeker, jazeker. En de pret wordt er niet minder om. Ik bedoel, tweede plaats is toch ook al goed. Ik bedoel, we horen bij de twee grootste van de wereld. Ik bedoel, ja, is toch mooi. En morgenmiddag tussen 3 en 5 heeft hij ze allemaal aan boord. In Nederland bleef het vannacht stil, maar in Spanje is nog dieper dan nacht gefeest. En dat is vandaag nog te merken. In Madrid komt het leven vanmorgen maar langzaam op gang. Om 10 uur zitten de mensen nog rustig achter een krantje te ontbijten. Campeones del mundo. Le gusta. Mucho. Muy emocionado. Por ahí por la castellana no se puede dar un paso en el sorteador. ¿Hasta qué hora se quedó? Yo hasta las 2. Estuve por ahí. Ya soy mayor para esas cosas. Er moet natuurlijk ook gewerkt worden. We lopen toevallig langs een kantoor als we dit horen. Binnen is het helemaal duidelijk. Hier zal vandaag niet veel gebeuren. Over de wedstrijd zelf zijn de Spanjaarden minder te spreken. Ze vinden dat Oranje veel te agressief speelde. Queremos que haber ganado 3-0, pero bueno, da igual, nada más. Porque no, Holanda no ha jugado tan bien. A mí no me ha gustado nada, solo se veían dar patadas. Menos mal al final, pero tuvimos suerte. ¿Pero celebró también usted? Sí. ¿Cómo? Me gusta mucho el fútbol. Eén ding staat vast. Over die avond dat Spanje wereldkampioen werd, zal hier nog jaren worden nagepraat. Niet alleen in Spanje is de vreugde om de overwinning groot, ook de rest van Europa is tevreden met die Spaanse overwinning. Oranje wordt in de buitenlandse media genadeloos afgeserveerd, vooral vanwege onsportief spel. De Britse tabloid The Sun is keihard over de finale. Dutch disgraced the World Cup. Nederland maakt het WK te schande. Bij de Vlamingen is de standaard iets minder negatief over het Nederlandse spel. Cool, berekenend en soms heel hard. De Daily Mail, ook Brits, serveert Nederland als voetballand definitief af. Beasts 0, Beauty 1. Monsters 0, Schoonheid 1. De Berliner Zeitung noemt Spanje de terechte kampioen en noemt Oranje die überharten und frustrierten Holländer. De harde en gefrustreerde Hollanders. Gelukkig hebben niet alle media altijd gelijk. De Amerikaanse televisiezender CBS kopte The Netherlands win the World Cup. Nederland wint de wereldbeker. De zender ontdekte weliswaar wat laat dat er iets niet klopte en veranderde Nederland toen snel in Spanje. En in Oeganda zal de finale van het WK 2010 voortaan te boek staan als een zwarte dag. Op 2 plaatsen in de hoofdstad Kampala werden bomaanslagen gepleegd en vielen 64 doden. Wachtend op hulp lijkt de voetbalfan nauwelijks te beseffen wat er is gebeurd. Zojuist zijn 2 bommen ontploft, uitgerekend tijdens de finale van het WK. De wedstrijd waar zoveel liefhebbers zo lang naar hebben uitgekeken. 64 mensen kwamen om het leven toen ze op het grootscherm de wedstrijd volgden. President Museveni bezocht de plaats van de aanslag met een boodschap voor de daders. En we gaan voor hen, waar ze komen vandaan. De politie denkt dat de president het in Somalië moet zoeken. Streng islamitische rebellen van de beweging Al-Shabaab hebben eerder al gedreigd met aanslagen in de Oegandese hoofdstad Kampala. Uit wraak omdat Oeganda een vredesmacht in Somalië heeft. Al bijna 20 jaar is Somalië een verscheurd land zonder centraal gezag waar voortdurend wordt gevochten. Zuid- en Centraal-Somalië zijn in handen van radicale groeperingen zoals Al-Shabaab die een streng islamitische staat nastreven. Alleen de hoofdstad Mogadishu.